Sportieve groet uit het Los Sportcafé. Vandaag niet de minste gast hier aan tafel, want in deze drukke tijden is het Sinterklaas gelukt om hier aan te schuiven. Sinterklaas, van harte welkom bij het Sportcafé. Vriend Hans, wat is het toch weer fijn om elk jaar weer in Spakenburg terug te komen. Om in de haven welkom geheten te worden door burger Melis en om dan door u uitgenodigd te worden om het duo van gedachten te wisselen over de sportgebeuren van de gemeente Bunschoten in Spakenburg. Ja, want ik heb u een mailtje gestuurd en gevraagd of u wel even wilt meedenken over de voetbalzaken, andere sportieve aangelegenheden en of ik u erover wat mag vragen in al uw wijsheid. Dat mag. Ja. Ik heb er al over nagedacht. Ja. En ik kom ook altijd graag naar Bunschoten in Spakenburg, want toch de twee grootste voetbalverenigingen van het land op het amateurgebied, Spakenburg en IJsselmeervogels. Ja, dat heeft een stukje in mijn hart. Ja. Maar toen u dat zei, schrok ik even. Ik toets op de Nederlandse televisie pagina 833. En tot mijn schrik zie ik daar geen IJsselmeervogels staan. Ik denk, shit, het zal toch niet waar zijn dat ze failliet zijn gegaan. Want vorig jaar hadden ze die problemen financieel. Ja, ja, ja. Ik denk, nou ja. Maar bij navraag blijkt dat de gefortuneerden uit de Dorpstraat IJsselmeervogels hebben gered. En dat ze alleen maar zijn gedegradeerd naar de derde divisie. Dus mijn hart was toch blij dat de voetbalvereniging IJsselmeervogels nog steeds actief is in de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Ja. Nou, we gaan hem ook zo meteen bekijken, want we hebben de samenvatting hoe we klaarstaan van blauw en van rood en van groen. En we praten dan door over elke club eventjes met niemand dan Sinterklaas. Laten we dan beginnen met afgelopen zaterdag. Misschien weet u nog dat vorige week hier aan tafel bij Stephanie zaten Barry Powell en Danny van der Meijerakker. Ja. Zij ontmoeten elkaar afgelopen zaterdag in Werkendam. Had u nog tijd om daarheen te gaan, Sinterklaas? Nee, Sinterklaas is in deze tijd erg druk met het bezoeken van kinderen, om daar toch de kinderen pakjes te geven, de tekeningen in ontvangst te nemen. Ja, ja. Dus helaas, ik heb wel via Twitter alles mogen lezen en het was een enerverende wedstrijd. Nou, die gaan we bekijken en vooral het slot, blijft u zitten. Ik ben benieuwd wat de Sint ook daarvan gaat vinden. Werkendam, Kozakken Boys, Spakenburg. De gehele voorhoede van Spakenburg betrokken bij deze aanval. Pilon op van de Meijerakker. En Kees Tol ziet zijn bal aan de verkeerde kant van de paal gaan. Dan diepe bal van achteruit op Moreira. Ahmed Mendes Moreira, de man die in het begin van Kozakken Boys de grootste kansen kreeg. Een hoekschop. Timmermans bokst weg. Maar de bal wordt opgevangen. En komt dan terecht bij Reilly Ignacio, altijd gemotiveerd als hij tegen Spakenburg kan spelen. Ooit scoorde hij een dubbele hattrick. Toen nog bij Rijnsburg, 7-2, weggestuurd bij de Blauw-Witten. De motivatie van hem is uitgelegd daardoor. Dan Spakenburg, een gekke corner. Het is Flipperkast en die bal komt in de goal. Het is een potje drie banden. Waarbij een ingestudeerde corner goed wordt ingeschoten. Uiteindelijk komt hij voor de voeten van Olivier Pilon. En zo is het weer gelijk. De Kozakken Boys met Barry Powell voorin op Ignacio. Maar Theo Timmermans staat op zijn plek. Kozakken Boys zoekt de mogelijkheid en vindt hij daar het gaatje bij Spakenburg. Maar Timmermans op tijd lijkt de boel te keren, maar rekent dan buiten Moreira. Powell hoopt te scoren, dat doet hij altijd tegen Spakenburg. En dan lijkt de bal afgeslagen, maar rekent de verdediging buiten Moreira. Dan een beuk van Ignacio op Draganovic. Scheidsrechter laat doorspelen. Dus neemt Kozakken Boys de aanval over. Twee Spakenburgers botsen op elkaar. Hoe loopt dat dan verder af? De bal komt hier bij Barry Powell. En die tekent voor de goal. En zet daarmee de Kozakken Boys op 3-1.
Natuurlijk wat verontwaardiging bij de bank, want was die overtreding van Ignacio niet waard om voor te fluiten. Een bodycheck, een schouderduw legde de scheidsrechter uit. Dan hier, Timmermans en Lanting brengen elkaar in de problemen. Timmermans redt subliem. Dan wordt het dringen geblazen voor Spakenburg. Olivier Pilon probeert het wel eens. En dat heeft resultaat. Een van de weinige spelers bij Spakenburg die een voldoende haalde in deze wedstrijd. Pilon. Duba. Hoge bal naar voren. Van der Meijrakken. Danny van der Meijrakken. Vanaf 16 meter knalt hier de bal in de blessuretijd. 91ste minuut. 3-3. En dat is dan een stand waarvan menige blauw-witte, zowel buiten het veld als in het veld, al dacht dat dat de eindstand zou zijn. Teleurstelling bij Kozakken Boys, maar die gaan er toch wel voor. We zitten na 45 seconden bij deze situatie. Wie verdedigt er nog bij Spakenburg? Te weinig mensen, want daar is de uithaal voor de 4-3. Everton, Pires, Tavares en dolle taferelen bij de fans en de spelers van Kozakken Boys. Slecht verdedigen. En dan gebeurt dit. Dan de laatste mogelijkheid. Alles en iedereen in de 16 meter. Van der Meijrakker legt aan. Schiet hij daar tegen een hand. Hij claimt een penalty. Krijgt hij niet al te nadrukkelijk. Protesteert hij dan. Dat levert hem een rode kaart op. De beelden zijn moeilijk. Hens lijkt het inderdaad. Maar ook weer niet zo goed te zien. De scheidsrechter zelf zegt na afloop dat hij twijfelde. De emoties laaien dan hoog op. Ook bij de spelerstunnel. En waar stewards moeten zorgen voor de rust, zorgen ze hier voor de onrust. En daar, jammer genoeg, met deze beelden nemen we afscheid van een tumultueuze wedstrijd in Werkendam. Ja, helaas lukt het toch niet om een puntje te pakken, Sinterklaas. Ja, als je zo de beelden terugziet, vriend Hans, dan kun je niks anders concluderen dan dat het in de verdediging van Spakenburg, of dat nou komt, dat het middenveld niet goed bijsluit of dat de bezetting op het middenveld aan de flanken niet helemaal duidelijk is, want het blijkt toch steeds dat ze van buiten komen. Dat de trainer Hans van der Aar dit niet dicht in me krijgt. Nee. Maar helaas. Is dat probleem op te lossen? Ja, is dat probleem op te lossen? Dit seizoen is er natuurlijk iets speciaals aan de hand. Spakenburg is in de gelegenheid gesteld met een nieuwe tweede divisie, om met de kerst een transferperiode gebruik te maken. Ja. En ik heb gehoord dat de beide verenigingen elkaar willen helpen. Spakenburg wil daarbij IJsselmeervogels financieel een sterkere basis geven, zodat wij hun speler, hun man of the match, al drie keer in de verdediging van Leijenhorst, Marciano, om die gedurende een half jaar te huren van IJsselmeervogels. Om bij de blauwe dat gat te dichten. U hoort wel eens wat uit de bestuurskamers dat u dat weet? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd beloofd om niet te zeggen van wie of waar ik dit vernomen heb. Nee, oké. Maar dat ik ernaast zit van de persoon die het heeft verteld, kan ik niet bedenken. Is dan het lek boven bij Spakenburg? Wanneer er een duidelijke leider achterin staat en meneer Van der Haar gaat ook de flanken op het middenveld duidelijker en beter bezetten, ja, dan denk ik dat dat moet gebeuren. Misschien wel door weer terug te stappen naar een duidelijk 4-4-2 systeem. Nou heeft Spakenburg een technisch manager, iemand die daarvoor betaald wordt, Melrik Beukers. Ja. Ik weet niet of u dat weet. En, Jazeker. Heeft u daar ook een mening over? Ja, een duidelijke mening. Het is volkomen terecht. Als je kijkt wat Melrik, en dan wil ik niet vergeten Zwarte Jan van Dierenme, wat die de afgelopen jaren in Spakenburg hebben geïnvesteerd in tijd en ook in misschien onkosten die ze gemaakt hebben om iedereen te bezoeken en te doen en te ontvangen, dan denk ik dat je in deze tijd er eigenlijk niet aan onderuit kan dat wanneer iemand 20 uur in een vereniging stopt om dat niet te betalen. Ik moet zeggen, bij IJsselmeervogels is dit al 1 à 2 jaar aan de gang. Ja. Niet direct door het betalen van de technisch manager door de voetbalvereniging IJsselmeervogels. Maar André van Dierenme, die mag van zijn sponsor ten alle tijde
weggaan om zich in te zetten voor deze smeervogels. Dus eigenlijk wordt hij betaald door sponsor Wouter de Graaf. Dat is eigenlijk hetzelfde, dus... Indirect. Ja, ja, ja. Nou zitten we met die tweede divisie, ook met die jong teams. Dat is nieuw. Vorig jaar toen u hier nog in Nederland was, hadden we die belofte teams niet. Wat vindt u daarvan? Dat is jammer. Dat is echt jammer, vriend Hans. Vroeger was het duidelijk, het ging tussen de sterke teams. Maar nu met de huidige jong teams erbij. Je weet nooit tegen wie je komt te spelen. Hè? Er zijn altijd dispensatiespelers. Als je kijkt naar het team van Jong AZ, daar speelt dan zo'n Fred Friday, de spits van het eerste. Die speelt dan af en toe mee. Als hij meespeelt, staat hij garant voor doelpunten. Hij alleen verdient al meer als de hele selectie van Spakenburg tezamen. Als we tenminste Hans van der Haart niet meetellen. Ja. Want ja, ook die heeft zijn salaris natuurlijk. Dus ja, het werkt niet mee, want de teams komen te weinig. Kleine kantineopbrengsten. Dus dat werkt eigenlijk niet helemaal. Nee. Nee, nee. Maar, mag ik iets verder? Ja. Afgelopen maandag stond er in Nieuwe Bunschoten Bolden. Mm-hmm. Daar stond een column van een ene Aalt Kok. Mm-hmm. Ik denk dat het een hele goede tennisser is. En die had een hele slimme analyse in zijn column staan. Aha, ja. Ik heb het even opgeschreven, want het is voor Sinterklaas als overman niet helemaal te bevatten. Aalt zegt... Als je nu naar de huidige tweede divisie kijkt en naar de huidige stand, dan lijkt het erop dat de sterke selecties van de amateurvoetballers bovenin zullen gaan eindigen. Mm. Dat betekent dat de jongteams als Vitesse, Sparta en Twente, dat die waarschijnlijk twee rechtstreeks degraderen. Dat er één promotiedegradatie moet gaan voetballen. Misschien wel tegen IJsselmeer. Mm-hmm. Dat zou betekenen dat die er ook uitvalt. En de andere zal een UNA of een TEC uit Tiel zijn. Dus dat betekent dat er een zaterdagkampioen bij komt. Mm-hmm. Dat het misschien twee zaterdagteams erbij promoveren. Mm-hmm, ja. Dus uiteindelijk houden we een Jong AZ promoveert weg door kampioen te worden. Ja, ja. Dus houden wij 15 zaterdagklasses over. En 3 hele sterke zondagklasses. Dus wat gaat dat betekenen? Dat de zaterdagklasses gaan afdwingen. Dat de tijden altijd om 2:30 of 3:00... of onder druk van Fox 3:30 worden. Ja. Dus die Aalt Kok, die man, het blijkt eigenlijk misschien wel dat hij meer verstand heeft van voetbal dan dat hij kan tennis. Ja. Ik vond het een sterke column. Sterk, ja. Wat ook sterk was, was het verhaal dat naar buiten kwam, dat na een feest bij een van de voetbalclubs in de sporthallen, waren er die avond in de nachtelijke uren relletjes. En er werd met beschuldigende vinger door de burgemeester naar die voetbalclubs gewezen. Wat vindt u daarvan? Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik denk dat het makkelijk wijzen is. Ik denk dat dit is iets van alle tijden. Ik denk dat er in vroegere jaren gedronken werd op feestjes bij een voetbalclub. En dat mensen weggingen. En dat op die avond toevallig de verkeerde mensen elkaar tegenkwamen wat uit de hand liep. Mm-hmm. Wat niet goed valt te praten, want het is natuurlijk stuitend dat dit gebeurt. Maar ik denk dat het overmatig drankgebruik niet te wijten is aan die ene avond dat er bij een van de clubs een feestje is geweest. Ja, 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 ja. Want de week erop was het feestje op een kooiboyfeest. Mm. En ook daar zal veel gedronken zijn. In die avond waren er geen problemen in het dorp. Kan zijn dat men minder drinkt omdat er jupiler bier is. Of omdat men zegt van, jongens, het is goed zo. Dus ik denk, gewoon de feesten mogen gegeven blijven worden. Oké. Bij Spakenburg is het natuurlijk van belang. De ploeg wilde kampioen worden, dat zal wel niet meer gaan lukken. Maar komen ze terug in de kopgroep of moet de club bang zijn voor degradatie? Nee, zeker niet, vriend Hans. Als je kijkt hoe een sterke selectie er staat. Ja. In principe staat er ook een sterke trainer voor. Die als zij verstandig is ook luistert naar de mensen om hem heen. Mm. Dat een Melderik en een Jan met hun ervaringen die ze er hebben, hoeven ze niet beslissend te zijn, maar ze kunnen wel adviezen geven. Dat die aan kunnen geven hoe Spakenburg moet gaan spelen, met welke spelers. En dan zie ik Spakenburg toch wel rond de 5e, 6e plek eindigen. Oké. Heeft u dan nog, behalve de tips die u al gegeven heeft, nog een tip voor Hans van der Haar? U heeft het over het systeem gehad, u heeft het over de transferperiode gehad. Nou, zoals zij het nu staat, met een Lanting en een Ties, als ik dan lees in een soort kommetje. En
Ja, Danny van de Meijerakker, wat we gezien hebben, die heeft een week of vijf vrijgenomen om bij te komen van al deze tijden. Dus het is misschien ook makkelijker voor hem om weer 4-4-2 te gaan spelen. Dan zou je kunnen zeggen, een buitenhuis kan ik voor of ik kan hem achter Lanting en Ties zetten. Als Arends te moe wordt, kan buitenhuis naar voren, want buiten heeft scorend vermogen, heeft hij laten zien. En ik kan in de verdediging, is hij zeker zo slim en zo snel als Forstemans. Dus ook daar kan buitenhuis een mannetje staan, dus het geeft vandaan wat meer mogelijkheden. Duidelijk, we weten dat hij kijkt, de selectie zit ook mee te kijken. Dus dat, Hans, ga zo door en ik weet zeker dat we op de vijfde en zesde plek eindigen. Goed, dan naar IJsselmeervogels. Het trad afgelopen zaterdag aan op een mistige Westmaat. We hebben daar door de beelden de samenvatting een beetje moeten inkorten. En u ziet dan ook wat stukjes van de interviews achteraf met enkele spelers en met de trainer. We gaan naar een mistige Westmaat. Wedstrijd tussen de nummer 2 en de nummer 6 uit de derde divisie. IJsselmeervogels tegen Jong FC Groningen. Begin van de wedstrijd. Kans voor IJsselmeervogels weggewerkt door de verdedigers van Groningen onder 23, zoals het officieel heet. Beetje mistig op de Westmaat, maar op zich nog goed te doen. Zeker aan het begin van de wedstrijd. 18e minuut schrijven we. Camilia langs de rechterkant van het veld met een voorzet. Ja, net niet genoeg ruimte. En het is best een grote kans. Die is hier voor Robert de Vos. Net naast het doel. IJsselmeervogels zonder Henry de Graaf, Ali Akla en Ralf Hovenstad. En daarom onder andere Dennis Hollard in de basis. En het zicht op de Westmaat werd steeds een klein beetje minder naarmate de wedstrijd vorderde. Ruim een half uur gespeeld. Mike van der Laar in duel. Naar de linkerkant uitgebreken. Verstapt zich daar. En na een paar minuten blijkt dat dat er niet goed uitziet voor de middenvelder van IJsselmeervogels. Iets met de kruisbanden. En in eerste instantie leek het wat onschuldig. Van een duel om de bal. Aan de andere kant, ja, zo'n sprong maak je ook niet zomaar. En het bleef liggen en moest met brancard van het veld. En zo wil een voetballer nooit het speelveld verlaten. Maar Van der Laar moest dat vandaag doen. Werd vervangen door Michael de Harder. En ook zonder hem ging de wedstrijd verder tegen de rust aan. IJsselmeervogels in aanvallend opzicht. Hier is die Michael de Harder. Met Camilia samen. Grot kiest positie, wordt ook aangespeeld. Draait goed bij zijn man weg. Schiet op de goal. Op de paal. Het was de grootste en mooiste kans van de wedstrijd tot dan toe. En dus blijft het op de Westmaat 0-0 in de mist. Mijn linkerknie was iets zwakker dan mijn rechterknie. Dus daardoor dat ik met de tape speelde vandaag. Maar ik was wedstrijd fit inderdaad. Ik vind het heel erg van Mike van der Laar natuurlijk dat hij zo uitvalt. Alleen... Ja, ik ben wel blij dat ik eigenlijk zo snel erin kwam, want het was vreselijk koud op de bank. Ja, hij heeft last van zijn knie, dus hij zal naar het ziekenhuis moeten om een scan te laten maken. Maar... Ja, dat zijn momenten dat laten we daar het beste van hopen. Maar... Ja, die jongens die zijn natuurlijk een stukje sneller en de fitter, doe maar op. Maar de tweede helft, zoals ik zei, we hebben alleen druk zetten en verdedigen hebben we goed gedaan. Alleen... Aan de bal lag natuurlijk ook aan ons. Te snel balverlies, verkeerde keuzes, geen diepte loopacties en noem maar op. Nou, dan speel je ongeveer 60 minuten. Ben je daar fit genoeg voor? Ja, ik denk het wel. Ik voel me fit en ik heb ook al van de week al 86 minuten gevoetbald. Dus ik vond dat het prima ging. Alleen, ik kan altijd fitter worden, alleen ik ben fit genoeg voor de wedstrijd. Hij gaf zelf aan dat hij van alles hoorde kraken. Ja, nou ja, goed. Dus ja, weet je, als je daar aan denkt, dan is een wedstrijd wel belangrijk. Maar laat ik het zo zeggen, ik hoop van harte dat het meevalt. Maar ik vrees wel dat hij er wel eens langdurig uit zou kunnen zijn. Dat is wel een mentaal tikje. Want dat is gewoon kloten. Hoe gaat het met jouw toekomst? Ben je al in gesprek met andere clubs? Nee, nog niet. Nee, het is nog rustig. Ik heb het gewoon vroeg bekendgemaakt. En voor de rest is het gewoon rustig. En mijn focus is nu gewoon om lekker nog voor de winterstop sowieso wedstrijden te pakken. En weer veel punten te pakken. Alleen voor de rest is het nog gewoon rustig. En we zien wel hoe het verder gaat. Het begin tweede helft viel nog wel mee, vond ik. Maar vanaf een minuut of 70 was daar stiefbal aan de overkant was. En dan hoorde je wat mensen schreeuwen. En dan dacht ik van, dat zullen wij hem al hebben.
of iets dergelijks, iets in die trend. Maar ja, je zag eigenlijk niks, helemaal niks. En je zag onze spelers eigenlijk ook niet lopen. En hun spelers ook niet. Ja, je zag wel een beetje een schim, maar dan was me net van welk shirtje heeft hij aan? Dat weet je ook niet, dat zag je niet. Dus. Dan wordt er op een gegeven moment met een oranje bal gespeeld. Dat hielp ook niet veel, hè? Nou ja, volgens mij was witte bal goed, toch? Ik bedoel, ik zag hem nog wel. Wij niet. Ja, maar de oranje bal was volgens mij te zacht. Want ik schoot een keer op goal. Niet dat ik hem goed schoot, hoor, maar ja, die was te zacht. Die schoot ik in één keer over. Het is altijd wel lastig, want als je hem staakt na een uur, dan zegt iedereen van, nou jongens, we hadden ook wel het laatste half uur door kunnen spelen. Zo werkt het gewoon. En nu is de laatste 20 minuten bijna niet meer te zien. Ja, en als je dan 0-0 speelt, dan wordt er over gesproken en dat is ook logisch. Maar. Wat een mist, Sinterklaas. Had u geen last van uw route in de nacht van zaterdag op zondag? Ja, Hans, zeker hebben we daar last van. Hmm. Maar je weet toch wel dat de oude man dan met zijn paard op de grond blijft. Ah. En zijn zwarte pieten laat klimmen. Ja, ja, ja. Dus deze Sinterklaas, die valt niet uit. Nee, nee, dan verstandig. Wat vindt u van het team van IJsselmeervogels? Ja, ik vind het een sterk team. Ik vind dat de TC van IJsselmeervogels de juiste mensen bij elkaar heeft gesprokkeld. Mm-hmm. En dat Sandor, ik denk mede daarin wel gesteund door Pascal, samen een sterk team heeft gemaakt. Ik denk dat een Sandor ook wel echt een, u zei het net zelf ook al, een soort mensenmens is die iedereen de juiste positieve dingen in de personen naar boven kan halen. Ja. En ook de mensen kan laten doen voelen als ze op de bank zitten dat ze toch belangrijk zijn. Ja, ja. Dan zagen we net ook een jongen van de club, Michael de Harder. Daar is sprake van dat hij vertrekt. Wat vindt u daarvan? Ja, eigenlijk is het jammer dat een club als IJsselmeervogels, met de speler die al de meeste wedstrijden in het eerste heeft gespeeld, dat ze die niet in hun eigen gelederen kunnen houden. Hm. Het is jammer. Aan de andere kant, hoe hoger je speelt, hoe hoger het topsportniveau. Dus als Michael dat net niet kan halen, ja, dan zal hij zich terug moeten vechten door hard te trainen en te doen, in plaats van al in zo'n vroeg stadium de handdoek in de ring te gooien. Dan zijn er al fotootjes die hem in een blauw-wit shirtje laten zien, hè? Ja, ik heb hem gezien. Hm. Hij stond achter op een regionale krant. Ja, ja, ja. Ik denk dat het een grap is. Oh. Zijn oma die wilde hem heel graag naar de blauwe toe hebben. Ja, ja, ja. En ik denk ook dat hij bij de blauwe misschien wel tot zijn recht zou kunnen komen. Maar ja, waar moet hij staan? Op de 10, op de plek van Arends, een jonge jongen die zijn kansen krijgt. Moet hij naar links, moet hij naar rechts? Hm. Ik denk dat hij het liefst in de as speelt met de diepgang die hij heeft. Hm. Dus hij zou misschien wel bij ons goed kunnen passen. Maar je haalt hem niet ook voor de bank. Dan moet je hem ook een basisplaats beloven. Ja. Gaat IJsselmeervogels promoveren? Ik weet het eigenlijk wel zeker. En ik hoop het ook van ganser harte. Want wat is een dorp Bunschoten Spakenburg zonder IJsselmeervogels en Spakenburg? Beide op het hoogste niveau. Ik denk dat het lastig wordt om kampioen te worden. Zeker gezien het feit dat de Mike van der Laar, nu misschien een kruisbandblessure heeft. Ja. Dat een Ali Akla, wat ik ook hoor uit de wandelgangen, de drie keer trainen en op niveau voetballen, voor zijn fysiek tengere lijf zwaar is. Mm-hmm. Dat hij misschien wel twee keer in de week zal moeten gaan trainen om zaterdag fit te kunnen zijn. Want zonder een Akla en van der Laar, we hebben het al gezien, als Akla niet meedoet, worden de punten niet gepakt. Ja. Ja. Dus ik hoop van aan ganse harte dat ze via de na-competitie een zonder club wegspelen en aan de zijde van Spakenburg op het hoogste niveau kunnen komen strijden. Mag je trouwens ook de intocht houden als je promoveert? Of moet je echt kampioen worden? Via na-competitie mag dat dan ook? Nee, nee, nee. Ik heb, toen ik binnenkwam in de haven, stond ik daar. Ik zei, wat is dit toch een mooie plaats om gehuldigd te worden als je binnenkomt. En er werd mij verteld, dit voorrecht is alleen weggelegd voor mij, als Sint-Nicolaas, om de haven binnen te komen. En voor het kampioenschap van de hoogst voetballende club in de gemeente Bunschoten. En Eendijk mag niet in de haven gehuldigd worden. Oh. Ja, en in dit geval zal het dan ook gelden voor een IJsselmeervogels, dat ze hun kampioensfeest op hun eigen veld moeten vieren. Ja, nou. Nog één tip voor de trainer Sander van der Heijden misschien. Jazeker. Daar heb ik ook nog wel even over nagedacht en over nagedacht. Ik heb net al aangekaart
over Akla minder te laten trainen. Mm-hmm. Er werd mij ook gezegd om het middenveld ietsjes meer te laten zakken. Zodat we ze meer gebruik nu kunnen gaan maken van de snelheid van een grot. Dat er meer de dieptepaas gegeven kan gaan worden. Dat is al iets wat er is. En er wordt toch gezegd, Sander, het is misschien wel verstandig om Pascal wat meer te laten doen dan alleen maar de warming-up en de buikspiertrainingen. Want hij heeft toch ook de gaven om een goede verdediging en defensie en middenveld neer te zetten. Dus Sander, maak meer gebruik van Pascal. Bij deze ook. De heer Van der Heijden kijkt regelmatig naar dit programma. Sander, je bent een wijs mens. Volg mijn raad op. Waarmee we dan toekomen aan de derde club, dat is Eemdijk. Het speelde afgelopen zaterdag tegen Urk. Onze cameraman Jan Bas die kwam moedig op het trappetje om naar de camera te gaan. We hebben vooral de eerste helft kunnen vastleggen en van de tweede helft alleen maar koude handen overgehouden. Kijkt u goed naar het scherpe beeld, want beter wordt het niet. Want ook op Sportpark De Vinken zou de mist toeslaan deze middag. Een foutje in een uittrap van doelman Ruizendaal, maar dat wordt niet afgestraft. Het was duidelijk een beginfase voor Urk. De ploeg oogde scherp. En ook hier gaat het maar net goed voor Eemdijk. Een paar mogelijkheden dus voor de ploeg die een paar plaatsen hoger op de ranglijst staat dan Eemdijk. Maar het kan hier zomaar 1-0 zijn. En ook het schot van Belarbi, hij was er weer bij, gelukkig voor Eemdijk. Het schot gaat niet in de goal. Die bal gaat hier wel in de goal, let u goed op wat er gebeurt. Het is keeper Ruizendaal die de bal weg wil schieten. En dan komt die bal tegen de rug van Urk spits De Boer. En de bal valt in de goal, maar scheidsrechter Dreugen ziet een hensbal. En dan is hij de enige op het sportpark die de hensbal ziet, want de bal komt echt tegen de rug. De arm gaat wel omhoog van de speler, maar de bal komt niet tegen de arm, echt tegen de rug. En Gerben Ruizendaal zwijnt hier. En vanaf dat moment is het Eemdijk dat de lakens uitdeelt. Hier weer Belarbi. Omspeelt keeper Kofferman. Maar de verdediging van de Urkers houdt het hier nog dicht. Dat gebeurt niet in de minuut die we hier zien. Minuut 32. Als je goed kijkt ziet u Rutger Huigen die scoort. We moeten het aannemen. Op het beeld is het niet beter te zien. De herhaling laten we dan ook maar even zitten. We pakken gelijk op minuut 38. Daar komt de 2-0 aan. En die is wat beter in beeld. We zien Belarbi, Fouad Belarbi. En zijn schot vliegt achter doelman Cornelis Kofferman. En het laatste kwartier voor rust was geheel voor Eemdijk. En het komt hier op een lekkere voorsprong met 2 tegen 0. We zitten hier in de tweede helft. De mist wordt alleen maar erger. De bal wordt in die helft twee keer van de doellijn gehaald door de Urker verdediging. Eemdijk dicht bij de 3-0. En we zitten in de laatste minuut. U ziet duidelijk een overtreding. En wat u ook goed kunt zien is dat de penalty wordt gestopt door de keeper van Urk. En daarmee blijft het 2 tegen 0 en wint Eemdijk. En pakt weer eens een driepunter in de hoofdklasse B. Goed, ook hier tussen de mist fladder door Sinterklaas. We zagen Eemdijk weer eens winnen. Eemdijk doet het, ja, de vraag ik nu. Wat vindt u van Eemdijk? Ik denk dat Eemdijk doet wat het maximale is wat ze kunnen doen. Eemdijk is een toch wat verouderde ploeg. Een hoop dertigers spelen erin mee. Met wat hele sterke jonge jongens die eraan zitten te komen. Een Huigen, een Belarbi, een Selimi. Dus op het moment dat ze dat kunnen vasthouden, denk ik dat ze een hele stabiele hoofdklasse kunnen worden. Ja, ja. Nou is er ook een vacature voor de trainer. Ja. Hoe gaat Eemdijk dat oplossen, denkt u? Vriend Hans, ik ga u nu wat vertellen over de nieuwe trainer van Eemdijk. De kijkers luisteren mee, hè? Ja, oké. Okay. Ik zal het zeggen. Ja. Maar ik geef aan, dit heb ik ook gehoord in de wandelgangen. Oké. De nieuwe trainer van IJsselmeervogels, of van Eemdijk. Ja, ja.
is een oude bekende van EC Meerval. Oh. Hij is financieel onafhankelijk, heeft zijn successen gekend hier in de club EC Meerval, samen met een Rut van de Groep. Aha. Hij neemt een grote sponsor mee. We kennen hem allemaal, als ik straks zijn naam zeg wie het is. Ja, ik ben benieuwd. Dat hij van grootspraak houdt. Hmm. En hij zegt, ik ben financieel onafhankelijk geraakt na 3 avonturen in Kuwait. Ja, ja, ja. Zijn laatste missie was het Olympisch team, voetbalteam, te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Wat niet is gelukt, waardoor hij terug is. En hij heeft nu één wens, om samen met een van zijn oude vrienden, ook een clubloze man, Rut van de Groep, ja, binnen de voetbalvereniging Eemdijk, een nieuw team te smeden, wat klaar is voor de tweede divisie, en wat ook daar moet strijden om de hoogste positie. Dat hij neemt een oliesponsor mee uit Kuwait, en zijn naam is Willem Leushuis. Nou, dat is nieuws. We hebben een scoop, begrijp ik. Dat kunt u stellen. Willem Leushuis komt met, ik denk Kuwait, naar Eemdijk, om daar dus samen met Rut van de Groep een nieuw, sterk, Spakenburgs georiënteerd team naar de tweede klasse te lossen. Zo. Het zal misschien wel op semi-professionele basis gaan. Zo. Nou zit hier volgende week de voorzitter van Eemdijk, Menno Veldhuizen, met zijn aanvoerder, Jan-Pieter Hartog. Ik hoop dat hij dat gaat bevestigen. Misschien ben ik in een iets te vroeg stadium, maar ze zullen het zeker niet ontkennen. Aha. Oké. Okay. Ik zit er even bij te komen. Ja, Willem Leushuis. Ja. Oud IJsselmeer volgens trainer, succesvol trainer. Bekend om zijn grootspraak toen hij trainer was van AFC en speelde om de landstitel tegen Spakenburg. Dus hij heeft een binding. Zijn allereerste wedstrijd of trainingsavond die hij ooit gaf aan de selectie van IJsselmeervogels was op de velden van Eemdijk. Aha. Dus op die manier is de cirkel rond. Ja. Waar hij ooit begon in de gemeente Bunschoten-Spakenburg, gaat hij verder. De cyclus is rond. En Ulrich Landvreugd vertrekt. Ja. Hij gaat ons verlaten, denk ik. Het dorp uit. Dat weet ik zojuist nog niet. Oh? Want? Nee, ook dat is nog niet zo zeker dat hij het veld, of dat hij de gemeente Bunschoten heeft laten zien. Dat hij goed met Spakenburgers kan werken. Dat hij de Spakenburgse mentaliteit op de juiste manier weet te waarderen. Bij de voetbalvereniging Spakenburg is een duidelijk iets dat trainer Hans van der Haar het niet in zich heeft, of in ieder geval nog niet laat zien, om een goed dichtgedimmerde verdediging te krijgen. Ja, ja. Terwijl juist bij Eemdijk Ulrich Landvreugd laat zien dat een van zijn sterkere kanten is om Eemdijk volgens 2-3 systemen verdedigend de tegenstander vast te zetten. Dus Kijk. Ik vermoed dat Ulrich Landvreugd gevraagd wordt om assistent te worden bij Hans van der Haar. Ja. Ook dat is behoorlijk nieuws, ja. Ja. Wat anders. Wij willen hier graag in het dorp zo hoog mogelijk voetballen. Jupiler League, Eredivisie zal wel een droom blijven, maar stel dat. Dan zijn er geluiden die zeggen, misschien kun je dat alleen maar voor elkaar krijgen als je tot een fusie komt. Blauw en rood samen. Dat klopt. Ik denk, maar dan alleen als we als gemeente Bunschoten-Spakenburg het idee hebben om net als Volendam in de top van de Jupiler League te gaan voetballen. Met daar wel jaarlijks kans om via na competitie, dat zijn 8 goede wedstrijden, te promoveren naar de Eredivisie om daar mee te spelen. Dan kan dat. Maar, ik zeg erbij, dan moeten alle 3 de clubs hun krachten bundelen. Ja. Samen 1 betaalde voetbalorganisatie Bunschoten, Spakenburg maken. En laten we de naam Bunschoten gebruiken om daar alle voetbalclubs onder te gooien. En dat dan alle 3 de verenigingen een aparte amateurtak houden. Ik kijk dan naar een Ajax en een Feyenoord, waar dat ook is. Je hebt daar de stichting die de betaalde club organiseert en dan de amateurclubs. Ik denk dat we daar in de gemeente Bunschoten-Spakenburg moeten doen. De discussie over kunstgras en echtgras, hoe staat u daarin? Vriend Hans, u komt zojuist vanuit het gemeentehuis. Ja, en ik denk dat daar de discussie gegaan is tussen de 2 beide voetbalclubs, Bunschoten, IJsselmeervogels en Spakenburg, om het hoofdveld te vervangen voor echt gras. Ik kom uit het gemeentehuis, vanaf de wethouder. We hebben het over die zaak gehad, ja.
Dat moet ik bekennen. Kijk, en ja. Ik denk ook dat het een goede zaak is dat wij weer teruggaan voor de echte wedstrijden op gewoon gras. Dan was zo'n blessure wat Mike nu oploopt misschien niet gebeurd. Duidelijk. Er wordt niet alleen gevoetbald hier in het dorp. Nee. Afgelopen zomer hadden we de Olympische Spelen. En de Nederlandse dameshandbalploeg deed heel goed. En daar was wel een Spakenburgse dame aan het spelen. Ja, Angela Malenstein. En niet zomaar op de bank. Nee. Zij was een duidelijke rechtse hoekspeler. Nou. Die af en toe zeer beslissend is geweest. Ja. En waar wij toch met een absolute trots naar hebben gekeken dat een Spakenburgs meisje als eerste Spakenburgse ooit aan de Olympische Spelen heeft deelgenomen. En ik denk ook dat we allemaal een warm gevoel kregen dat dit Spakenburgse meisje zo hoog heeft gepresteerd. Ja, even voor mijn beeld. U zit in Spanje, in uw paleis. Bent u dan wel iets luchtiger gekleed? Misschien in een koel pak? Of heeft u dan toch dit warme spul aan? Ik trek dit warme spul alleen aan voor de officiële bezoeken. Ja. En als het niet officieel is, dan heb ik natuurlijk mijn mijter vervangen door een cap. Ja. En de mantel die hangt aan de kapstok. En dan heb ik altijd een keurige blauwe korte broek aan. Omdat ik zeg van jongens, ik loop altijd in het rood officieel. Ja. Dus als het om de ontspannen sfeer gaat, dan hop ik in het blauw. Ja, maar wel met een bepaalde waardigheid neem ik aan. Jazeker, want op mijn leeftijd kan je bijna niet anders meer. Van de zomer gaan we naar de winter. Evert Holwerf, bekende schaatser. In de familie zijn nog meer talenten. Sportfamilie. Ja. Een sportfamilie. U zegt nu Evert, maar zijn neef Willem, zijn broer Bart, zijn nichtje Katelijne. Ja. Het zijn niet voor niks, het zijn Holwerfjes. Hè? Ze heien geruisloos, maar zij presteren alle vier. Dit is werkelijk topsport wat zij doen. Ja. Ik wil eigenlijk de nadruk misschien wel vestigen op Katelijne. Ja. Het meest onbekend van de drie. Nog wel. Twee. Nog wel. Maar zij is met het baanwielrennen. Misschien denkt iedereen, wat doet Katelijne? Maar Katelijne is 16 en zij kan erg goed wielrennen. Zij is al kampioen geworden in haar leeftijdsklasse en daarboven op de baan sprint en op de baan duur. Hm. Dus ik denk dat wij misschien wel met Katelijne de volgende Olympische Spakenburgganger krijgen die er is. Heel wat anders. Darten. Eileen. Ja. Ja. Nummer 1 van de wereld. Ja. Ja. Vanuit Spanje kijk ik altijd naar Barney en Van Gerven met het toernooi van de Lakeside en wat daarna komt. Mm. En er zijn er altijd twee wedstrijdjes van de dames. En dit jaar hopen we echt dat Eileen laat zien waarom zij de nummer 1 van de wereld is. Ja, u kent, traint eruit voor, dus kunt, verdient het. U kent ook alle verlanglijstjes. Vraagt een Eileen nou ook dartpijlen of zo? Nee. Nee. Eileen heeft gevraagd of ze enkele clinics kan krijgen bij Van Gerven. Aha. En ik denk dat dat zeker kan, omdat hij ook leuk vindt dat ook de damesporters bovenaan komen te staan. Hm. Dus Eileen, je mag gerust schrijven naar Van Gerven en zeggen dat Sinterklaas het goed vindt. Mooi. Nog meer namen die u zo te binnen schieten? Talenten? Ja. Als ik u mag noemen, de kleine Esmee Beekhuis. Ja. De dochter van Caroline en Tijmen. Mm-hmm. Beide twee topsporters geweest in de gemeente Bunschoten-Spakenburg. Ja, ja. Het meisje wordt misschien wel de nieuwe Sanne Wevers. Zo. Zij kan turnen, ze is 12 jaar. Mm-hmm. Ze zit intern, hoort bij de allerbeste in haar leeftijdscategorie. Dus als zij in lijf en leden gezonder blijven, denk ik dat zij hoge ogen gaat gooien op de Olympische Spelen over 4 jaar. Ja. Als zij 16 jaar is. U kent wel veel mensen, hè? Ja, we vergeten nog een voetballer. Mm-hmm. Onbekend bij velen. Ja, bij wie? We hebben een keeper. Hij komt ook uit een keepersfamilie vandaan. Zijn vader, zijn broers, alle zijn keepers. En hij keept al vanaf zijn 12e bij Feyenoord. Hij heeft tot nu toe alle selectierondes elk jaar opnieuw overleefd. Zit nu in jong onder 18 bij Feyenoord nog steeds. En dat is Wouter Beukers. Juist. Ja. Ook hij reist al vanaf zijn 12e in zijn eentje naar Rotterdam. Zit daar op school om zijn passie na te leven. Om daar opgeleid te worden tot een van de beste keepers van Nederland. En ik heb gehoord zeggen dat als dat niet lukt, dan komt hij naar Spakenburg. Maar daar liggen zijn roots.
Met uw wijsheid en inzicht moet het een eitje zijn om de toto in te vullen. Dat is... We gaan hem eens even bekijken, want wat ons is opgevallen, we zien hier de toto. Vorige week zat hier Danny van der Meijerak en Barry Powell. Laat nou Danny er 3 goed hebben en Barry 4. De uitslag was daar dus ook 4-3 voor Barry Powell. Betekent echter wel dat ze allebei in het rechter rijtje komen. Dat zullen ze wel wat minder vinden. Maar ja, de naam Sinterklaas, die zal toch denk ik wel naar de linkerkant verhuizen. En dat hangt van uw kruisjes af, of van uw S'jes. De chocoladeletter staat op de volgende manier. Spakenburg, Jong Sparta. En u zegt, Spakenburg gaat hem winnen. Dit gaat Spakenburg winnen. Jong Sparta is een jong team, wat goed hun best doet, maar wat laag is. Dus ik vermoed dat dat geen problemen zal geven. Juist. Dan hebben we ook niet... onbelangrijk, GVVV Katwijk. Dat zijn twee oude zaterdagclubs met historie. Gelijkspel? Ja, een gelijkspel. Dat is, beide clubs zijn aan elkaar gewassen. Katwijk is bezig met een grote opmars. Ja. Dus ik denk dat Katwijk zeker om de tweede, derde plek gaat spelen samen met GVVV. Dus ik ga voor hier voor een onbeslist. Ja. De week daarna speelt Spakenburg tegen Katwijk. Hebben ze even een flow dan? Nee. Ik denk dat de flow bij Spakenburg komt. Omdat ze al weken eigenlijk enorm goed spelen. En ik denk dat dat zal gaan uitpakken naar nog meer. Oké. IJsselmeervals, Jong Volendam. Ja, ik denk dat het gemis van een Akla en een Mike van der Laar met een Jong Volendam, wat toch altijd sterk is, wat ook nu weer op een vijfde plaats staat, dat dit een teleurstellende nederlaag voor IJsselmeervals gaat geven. Ja, dan zou ze wel een beetje gaan zakken op de lijst. Ja, maar ze hebben de eerste periode titel als Lisse kampioen is, hebben ze al binnen. Dus het is eigenlijk een gelopen seizoen voor IJsselmeervals. Oké. Ja. Eemdijk, AZSV, er staat één plekje boven ze. Ja, maar Eemdijk, daar zit zoveel wilskracht in. En AZSV heeft toch al een tijd, een ploeg uit Aalten, dat die kunnen ze hebben. Dat wordt gewoon een duidelijke 2. Oké. Dan hebben we ook nog een laatste vraag nu, want u moet weer door. Uw agenda geeft weer aan dat u ergens anders heen moet. We hebben FC Bunschoten en dat betekent dat u een wijziging mag aanbrengen in het lokale Dream Team. Dit is het op dit moment, situatie van 1 december. We hebben nog maar één groene speler over. Die zit hier dan volgende week wel aan tafel, Jan-Pieter Hartog. Ja, en wat blauw en wat rood. Wat vindt u ervan? Ik zie dat u al mijn aanwijzing om een FC Bunschoten te maken heeft overgenomen. Wat heel verstandig is. Ik heb erover nagedacht en ik zou Grot eruit willen halen. Ja. En ik zou daarin terug willen plaatsen agent Selimi. Aha. Hij laat de laatste weken zien dat hij groeiender is. Dat hij beslissend kan zijn bij Eemdijk. Hij mist afgelopen zaterdag wel een penalty. Maar hij moet nog leren dat degene die hem veroorzaakt moet hem niet nemen. Dat zal hij nog eventjes... dat is duidelijk onderstreept. Ja, ja. Maar hij verdient het om in de FC Bunschoten te zitten. We voeren hem op. We naderen het einde van het programma. Sinterklaas, wat wilt u nog kwijt? Wat wil ik nog kwijt? Ik hoop dat de gemeente Bunschoten-Spakenburg... met alle sportverenigingen die er zijn... want we hebben dit moment gesproken over de voetbalverenigingen... Ja. Maar we vergeten en passant onze schaakvereniging... die al jaren om... de nationale titel mee schaakt, waar toch goede schakers in zitten. Wat een bloeiende vereniging is. We hebben onze damvereniging. Niet te vergeten alle zangverenigingen die op hoog niveau zingen. Een Sursum Corda en een Hosanna. U luistert dan ook naar? Er zijn momenten dat Sint-Nicolaas daar wel eens naar moet luisteren. Sint-Nicolaas is er niet direct een fan van. Maar hij waardeert wel de inzet van al de mensen die... daarmee bezig zijn. En los op zondag, afgelopen zaterdag moest Eemdijk tegen Urk. Ik was wel bang dat ik een paar van die... maar die kwamen niet op het veld voor, gelukkig. Maar u bent wel fan van de zangvereniging uit Spakenburg. Ja, absoluut. Want ik vind dat wij... dat er weinig aanwas is van de jongere mensen. Omdat men tegenwoordig steeds meer naar het makkelijk zingende gospel gaat. Ja. Maar dat dit niveau van zingen wat Sursum Corda en Hosanna doen... echt topsportwaardig is. Met al het oefenen wat erbij is. Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma, Sinterklaas. Vriend Hans, dankjewel. Ja, ik wil u ook bedanken. U heeft grote haast. Het paard horen we al trappelen. Ja, dat klopte. Ja.
Betekent dat wij afscheid gaan nemen. Ik hoop u volgend jaar weer te mogen mailen en uit te nodigen, Sinterklaas. Zeker, want ik volg gedurende het hele jaar het gebeuren binnen de gemeente Bunschoten en Spakenburg met hart en ziel. Oké. Dat gezegd hebbende gaan we de komende dagen de Sint niet meer zo gauw zien, want hij is razend druk. Wie we wel zien volgende week, dat is Menno Veldhuizen, voorzitter van Eemdijk. Jan-Pieter Hartog, de aanvoerder van Eemdijk. En hopelijk zien we u dan ook weer volgende week terug. Sportieve groet uit het Los Sportcafé. Dag kinderen allemaal. Vol spanning en afwachting van de cadeaus.